Begin met een willekeurige toon. Dat betekent dat er een soort van hele vage samenklank ontstaat. Maar uit die vage samenklank groeit een akkoord. Hartstikke goed. Ik vond dat de akkoorden die ontstonden, dat die eigenlijk heel tof waren. Omdat ze nooit, zoals het in klassieke muziek misschien is, heel duidelijk een functie hebben en leiden weer naar een ander akkoord. Dus je krijgt een soort van heel andere akkoordprogressie, namelijk heel echt meer een soort akkoordevolutie. Zullen we nu eens kijken hoe we die evolutie wat extremer kunnen maken? Bedenk welk akkoord eigenlijk in de toekomst zal kunnen gaan klinken. Dus ik wil straks drie koordjes horen die elk een heel eigen akkoord maken. En dan kun je dat akkoord wat je hebt harder en weer zachter stoppen en inzetten, zodat er een soort van rare soort dialoog ontstaat. Maar nu gaat die groep daar kijken of je bij die toon een octaaf en een kleine noon kan maken, zodat dat een dissonant klank geeft. En sowieso die beweging, want je hoort dus vaak dat kleine stapje, dat levert echt een mooie klank op. Geef een toon. En daarna gaat die toon een glissando maken naar een andere toon. Maar ik vind het vooral mooi dat... klanken. En in die klanken ga ik op een gegeven moment een maat slaan. Dag en nacht en wij daartussen. 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 Niets is echt moeilijk. Vandaag is dus weer een moment om te kijken wat kun je in korte tijd voor elkaar krijgen. Maar het is wel een echte compositie hoor. Dus ik heb dit boekwerk geschreven. Fox Humana is de titel van de compositie. Misschien weten jullie dat het orgel heeft allerlei registers. Als je aan een balk trekt, dan gaan bepaalde fluiten die worden ingeschakeld en andere niet.
En eentje daarvan heet Vox Humana, de menselijke stem. Dat klinkt typisch als een orgel, maar dan wel een beetje richting de menselijke stem. Eigenzinnige klank. En misschien dat je die gaat helpen en dat op die manier het akkoord verandert. Ik wil 3 vrijwilligers die het concert durven openen met ha! Oké, eentje. 2 en nog 1. En 3. Heel goed. Stoppen, doe dit weer. Dan nodig ik jullie uit, en dat is natuurlijk gewoon belangrijk dat je dat gebaar begrijpt, om een toon te maken. En dit is mengen, dit is niet mengen. En ik wijs dan even een beetje naar verschillende kanten. Dat betekent dat telkens een clubje van jullie een toon moet toevoegen. Maar dit keer probeer je juist niet te mengen met die toon die je hoort. Als ik nou echt dit gebaar maak, dat betekent het meer ontwikkelen. Ga maar verder, ga maar door. Als ik dit laat horen, betekent hey, luister eens even naar wat die instrumenten doen. Er zijn heel veel gebaren die allemaal op elkaar lijken, dus dat moet je een beetje leren inschatten. Elk moment zullen er allerlei dingen onzeker zijn, maar bepaalde dingen zullen duidelijk zijn. Dan wil ik dat jullie rond gaan lopen. Er ontstond een gevoel van net als een zwerm vogels en dat ging allemaal synchroon. Iedereen zijn eigen toon en dat was een heel mooi moment voor me, vond ik. Hij legt het op een hele humoristische manier uit en ook op een toegankelijke manier. Donderdagavond hebben we de workshop gedaan, vond ik al heel erg leuk. Nou, en het bindt heel erg, hè, met de mensen. Ik ken niemand van de anderen, ja, wij kennen elkaar dan, maar dat bindt dan meteen. En, je bent gauw contact, ja. Ik vind het echt ontzettend een mooie manier van geluid maken, van muziek maken. Ik krijg het gevoel dat ik dat ik me heel vrij voel zo. En dat ik voel me gewoon heel erg vrij dan. Ja, het is heerlijk om te doen. Het is heerlijk om vrij te zingen en om je eigen klank te maken. Hij tovert gewoon van oefenen en ongeoefend door elkaar, tovert hij toch een geheel. Ik vond het ook heel bijzonder weer dat met hele simpele instructies je opeens bezig bent. En nou, hij laat je gewoon toch dingen doen waar je normaal anders misschien wat meer gêne voor zou hebben. Als je niet gewend bent met zangen om te gaan of iets. Kijk, het is experimentele muziek. Je weet niet wat je krijgt. En als zanger heb je helemaal geen overzicht. Je weet hoe het klinkt, waar je staat. En dat is het. Dus je weet eigenlijk heel weinig van wat er gebeurt. Dus dan moet je ook genoegen meenemen. En het is heel vreemd eigenlijk. Het is een vreemde ervaring. Want ja, je wilt ook weten van hoe klinkt dat? Hoe klinkt dit dan schreeuwen? En wat voor voorstellingen zijn we aan het maken? Hoe komt het over bij het publiek? Dat kom je gewoon niet te weten. Dus dan, het is heel spannend om je gaan over te geven.